De Social Development Goals zijn geen menukaart waar je uit kan kiezen wat het meeste aanspreekt. Ze zijn in het leven geroepen als langetermijndoelstellingen. En dat sluit goed aan bij de PT-themafondsen. Want die zijn gebaseerd op 14 megatrends, wat ook een langetermijndoelstelling kent. We hebben een vrij breed palet aan 11 verschillende thema's, waardoor we dus ook een exposure hebben naar verschillende SDG's. Kijken we naar het thema van vandaag, biotech, dan hebben wij vooral accenten op SDG 3, gezondheid en welzijn, en SDG 9, wat met innovatie te maken heeft. Binnen het fonds beleggen wij voornamelijk in farmaceutische bedrijven die op een innovatieve manier de levenskwaliteit en de levenslengte willen verbeteren. In algemene zin, binnen de PICT-themafondsen hebben wij vrij geconcentreerde portefeuilles. Dat betekent dus ook dat we grote aandelen binnen bedrijven hebben en worden we dus ook gezien als een serieuze gesprekspartner. En daarnaast kunnen we op een efficiënte en effectieve wijze engagement uitvoeren. PICT Asset Management heeft een systeem ontwikkeld op basis van kunstmatige intelligentie en die speurt op 7 verschillende manieren naar informatie over bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld door het analyseren van conference calls of jaarverslagen. Maar ook de fondsbeheerders en analisten die meten de indirecte impact van bedrijven. Aan de hand van deze informatie krijgt een bedrijf voor elk van de 169 subdoelen een cijfer. Op een schaal van 7. Van heel slecht tot heel goed.